Goedemorgen, welkom in deze nieuwe vlog. Het is vrijdag 30 augustus. Ah, heerlijk rondje gewandeld vanmorgen. Ja, fijn. Het is niet meer zo heet, het is lekker koel geworden nu. Oh, veel beter. Was ook even niet heel handig geweest. Ik heb immers een nieuw bed, nieuwe matras, nieuwe... Nou. Dus ik had nog op zolder een kist staan met hoestlakens, lakens, dekbed overtrekken. Allemaal één persoons, dus ik dacht... Ja, nee dus. Ik had toen alles uitgewassen, schoon en mooi, alles in de kast gevouwen. En ik had het eerste hoestlaak op mijn bed gedaan. En, past niet helemaal lekker. Het is heel strak. Ik denk, nou ja. Dus ik heb vanmorgen mijn bed afgehaald en ik wou hem weer opmaken. Het volgende hoestlaak, net zo. Ik denk, nou moet ik toch eens kijken. Ja, maat klein hè. 80 centimeter in plaats van 90. Potver. Ik denk, ik had mijn nieuwe dekbed ook nog niet gebruikt. Dus ik dacht, toch ook maar even checken. Nou ja. Ik had twee dekbed overtrekken die passen. De rest dus ook niet. Dus ik heb zo net mijn nieuwe hoeslakens en motels besteld. Want motel had ik ook nog niet. Mooi in de aanbieding. Dat scheelt. Dus 1 plus 1 gratis. Nou, dat past mij wel. Dus dat komt morgen als het goed is. Dus ik heb nu even een hoeslaker van iemand geleend. Eentje die hij eigenlijk nooit gebruikt. Ja. Oh, slim hè? Ja, echt. Oh, wat een dompie ben ik ook. Oh, die kale bas hè? Ongelooflijk. Die paal was net een beetje omgevallen. Hij lag hier helemaal middenin. Dus die heb ik maar weer rechtop geknoopt. Maar er staan nog rode bieten daaronder. Dus die wou ik er nu maar uithalen. Als ik erbij kom. En dan heb ik iets gezien waar je ze kunt bewaren. Eeuw. Niet wel heel klein. Kijk, dat is een rode biet. Ook. Maar ik had eens gezien op internet, je kan ze in een emmer doen. Of in een bak of wat ook. Dan doe je eens een laag zand, dan doe je een laagje rode biet. Niet tegen elkaar aan. Weer een laagje zand, weer een rode biet. Nou, zo kun je ze dus lang bewaren. Als je ze maar fors verrij bewaart. Dus dat wil ik maar doen met deze, want ze staan hier wel heel erg in de verdrukking. Er stond hier ook een tomaat, maar... Daar is niks meer van over, geloof ik. Oh. Nou, volgens mij heb ik ze zo. Het is ook een hele grote, maar vooruit. Als ze daaronder helemaal verdrukt staan, dan groeit het ook niet meer. Oh, ik ben echt de laatste tijd echt niet slim, hoor. Dat was ik aan het filmen, dat ik die rode biet in de kist ging doen, zand erop en zo. Ja, had ik fruit niet aanstaan. Oh, wat handig. Nou ja, je ziet nu de beelden. Kun je het toch nog zien. Een mooi laagje zand erin eerst. Toen de bietjes erin. Nog een laagje zand. Ja. Ik heb er 2 lagen bieten in zitten. Goedemorgen. Het is zaterdag 31 augustus. Boodschappen zijn alweer binnen. Oh, en we hebben nog wat beleefd ook. Vooral Raymond. Oh, die was zo ongerust. Toen wij weggingen. Toen had ik Bennetje buiten. Een touwtje. Net als altijd. Dus ik zeg tegen Raymond. Moet jij maar een beetje opletten. Als hij naar binnen wil. Dan doe je maar naar binnen. Dus dat had hij gedaan. Maar niet opgelet. Dat mijn slaapkamerdeur ook open stond. En de achterdeur dus ook. De deur in mijn slaapkamer naar buiten. En Bendit had dat wel in de gaten. Dus wij komen terug. En Raymond loopt voor in de straat. Tenminste, die loopt hier voor in de straat.
voor het huis een beetje, bij de buren. Zeg, wat doe jij nou hier? Ja, zegt hij. Ben, dit is ontsnapt. Oh, en hij was zo ongerust, hè. Daarom mag Bennet dus ook nooit los. Dus Raymond ongerust van, oh, als er maar niks gebeurt met hem. En hij mag niet los van Raymond, omdat hij dan vogeltjes en andere beestjes kan pakken. Dat wil hij ook niet. Maar ja, Bennet is wel weg. En toen hij hier eerder nog woonde, dan liep ik hem tussen de middag altijd. Want toen mocht hij dus eerst nog wel los. En dan liep ik hem voor wat lekkers. En dan kwam hij ook altijd. Dus ik weer geroepen. Maar... nee, hij vond het veel te leuk. Maar hij kwam net weer binnenwandelen. We hadden alle deuren maar even open laten staan. Dus hij kwam alweer naar binnenwandelen. Gelukkig. Ik denk dat hij alles bij elkaar een uur, misschien anderhalf uur is weg geweest. Dus, nou ja. Hij heeft lol gehad. Oké. Maar, ik kom eigenlijk mijn fiets ophalen. Want ik ga zo weg. Ik ga even mijn fiets pakken en dan ga ik je vertellen wat ik ga doen. Mijn fiets staat klaar. Want ik ga zo even naar het buurtdorp. Ik heb op Marktplaats twee boeken gevonden. Ik heb toen die mini-hondjes gehaakt uit het boekje van de Biep. Toen had ik iets van, ik weet het niet hoor. Maar ik vind ze toch wel heel leuk. Dus ik dacht, ik reserveer dat boek weer. En toen zag ik dus op Marktplaats dat boek. En die andere, want je hebt mini-hondjes haken en meer mini-hondjes haken. En die mevrouw die heeft ze allebei. En die vraagt er maar 3,50 voor, per boekje. Dus dat is het zo duur. Dus Raymond zegt, ophalen joh. Was ik ook al van plan hoor. Nou, ik probeer mijn fiets ondertussen dicht te knopen. Mooi hè? Ik vind ze wel mooi. Dus dat ga ik straks doen. Ik heb ondertussen de was ook al hangen. Ik heb de drempel nog een keer gewerfd. Dat was ik gisteren een beetje vergeten. Ik heb spul bij de weg. Boodschapjes gedaan, zei ik net al. Nou, mooi. En mijn bloementuin, die begint nu leuk te worden. Ja. Het is zeker niet zo vol als ik had gehoopt dat die zou worden. Maar te groeien, nou toch wel wat, hè? Ja, mooi. Die Afrikanen, die doen het ook mooi. Met die bloemen, ja. Ja, gelukkig. Het is toch nog iets gaan doen. Het is dan wel eind augustus, maar toch. Oh, oh. Kijk hier nou. Jee, wat een dik zak. Die zat er ook mee wat waar. Kijk. Ik had ze hierin gezet, die twee. Ik vind het wel leuk. Oh, en ik vind het toch... het is wel een heel gefriemel om ze te maken, maar... eigenlijk zijn ze toch ook wel heel schattig. Dus, dan heb ik de boekjes en dan kan ik er ook gewoon net zo lang over doen als ik wil. Zo af en toe eentje maken. Het is wel een gefriemel. Maar wel heel leuk. Ik heb de boekjes inmiddels al. Deze, die had ik toen ook van de Biep. En deze. Ja, leuk hè. Ach, toch wel heel leuk. Ik vond het eerst een beetje raar, maar ik vind ze toch wel schattig. Nou, dan kan ik ze allemaal gaan maken. En dan hoef ik niet te denken van ik moet ze snel, want ik moet het boekje weer inleveren. Dan kan ik gewoon af en toe zo'n hondje gaan hekken. Ik denk dat ik straks gelijk... nou ja, straks gelijk. Maar in ieder geval wel gelijk... allemaal dezelfde karton ga zoeken. Die ik kan gebruiken. Zo'n mooi apart in een bakje. Boekjes erbij. Ja, dat ga ik doen. Ik heb er nu wel zin in. Maar het is mooi weer. Dus ik dacht, ik fiets nog even een stukje weg.
Oh, het waaide best nog wel. Ja, nou ja. Ik heb toch even een leuke rondje gefietst. Ja, dat was wel fijn. Dan moet ik even een beetje dezelfde dikte hebben. Dan wordt het allemaal even groot ongeveer. Even zien hoor. Ik heb hier de boekjes. Dit boekje staat allemaal deze. En in dit boekje staan deze. Oh, zo. Ja, leuk hè? Ja, toch wel. Dus ik ga even kijken wat voor kleurtjes er allemaal nodig zijn ongeveer. En die ga ik allemaal apart in een bakje doen. Ja, dat lijkt me een goed idee. Een hele grote mand met allemaal... Oh, er zit nog zelfs een tasje met allemaal kleurtjes. Nou, dan ga ik eens even kijken of ik het kan vinden. Er zit behoorlijk wat in die mand, dus er zal vast wel wat in zitten. Dit heb ik dat nog toe gevonden. Oh, ik kan dit kleurtje niet weer terugvinden. Een beetje raar. Nou ja, en ik moet nog iets van lichtbruin. Weet je, dat kleurtje. Ik moet even verder zoeken, misschien in de bakken met kleur, dat daar nog wat in zit. Dat zou kunnen. Nou ja, ik kan er in ieder geval een paar maken. Ik dacht, het is niet zo warm. Ik ga een stuk gras maaien. Dus ik heb hier gemaaid. Daarnaast thuis gemaaid. Hier nog een stukje. Oh, ik heb warm. Jeetje. Oh, en daarnaast het huis, daar. Tussen. Allemaal poep. Ik denk dat het iets van... Ja... Nou, stukjes erbij, dat lijkt wel heel veel bennetjespoep, dus dat zal misschien wel kattenpoep zijn. Maar er lag ook iets, ik denk, dat weet ik niet. Dus ik heb Google gevraagd. Die wou dat de wilde zwijnen zouden lopen. Nou, dat lijkt me niet. Of vos. Nou, vos, dat, joh, dat geloof ik wel. Helaas. Ja, die heeft toen mijn konijntjes opgehaald. Dus ja, die loopt hier wel. Nou, ik heb weer een stukje karton en gras gedaan. Komt best wel wat gras af. Dus dat is mooi. Weer een stuk klaar. Ja. Maar dit achterste stuk, dat moet ik later maar een keer doen hoor. Het is mij nou te warm zo in de zon. En we hebben nieuwe buren. Ja. Huis hiernaast is afgebroken, dat weet je. En nu staat er dus vanaf hier ongeveer stroomdraad. En er lopen paarden. Vier paarden. Oh, wacht. Ik zie ze erachteraan. Ik weet niet of ik ze in beeld krijg, maar ik ga het proberen. Daarachteraan, daar lopen er drie, geloof ik. Nummer vier zal al ergens zitten, maar die zie ik nu even niet. Of misschien ligt hij wel. Dat kan ook. Ja, leuk, hè? Ja, dat vind ik wel leuke buren. Nou, ga ik nu even naar binnen, weer afkoelen. En dan komt mijn pakketje zo met mijn hoeslakens en mijn moltons. Nou, mijn pakketje is er. En ik was zo enthousiast. Ik heb er een paar uitgepakt. Maar ik heb dus van deze. Anthraciet, twee keer.
En die ziet er dus zo uit. Rood echt nieuw. Dat heb ik echt wel gewassen. En Moltons heb ik er twee van. En deze. Oh, lekker zacht is die. En dan heb ik nog twee. Van die. En dat is dan deze. Die is wat dunner. Ik denk dat die wat koeler aanvoelt ook. Vooral in de zomer wel lekker. Nou, dan ga ik ze dan even wassen. Misschien dat het nog kan vandaag. Dat ik ze dan even buiten kan drogen. Zal wel fijn zijn. Goedemorgen. Het is zondag 1 september. De tijd gaat al hard genoeg. Ik ben even aan de wandel. En ik dacht, ik loop eens even naar achter. Op de dijk. En dan wil ik eens even vanaf achter weer mijn huisje bekijken. En ik kan die paarden eens even bekijken. Ik zag ze altijd maar door de bomen heen. Maar ik heb niet goed geteld. Het zijn er toch 3. Knap het, hè, die lichten. Ja, die vind ik heel mooi. Eentje met een vliegenmasker op. Ik zal niet dichterbij komen. Hè? Nee. Jullie zijn... Oh, jij vindt het wel interessant. Oké. Okay. Oh, jij ook wel. Hey. Hoi, knappert. Hallo. En dan... Ja, kun je dat zien? Ik weet het niet. Ik loop even een stukje verder, hoor. Als je goed kijkt daar tussen de bomen, zie je wat wit. Dat is mijn huis. Ja, ik vind het wel leuk een keer vanaf deze kant kijken. Hier komt dus dat slootje uit, wat bij mij langs de tussendoor ook loopt. Even zien hoor. Maar hier is je ook een volgegroeid. Nou ja, als het water maar weg kan, dan vind ik het goed. Volgegroeid of niet. Daar is mijn huis nog een keer. Ja, mooi. Ik vind het wel leuk zo'n keer van deze kant. Nou, ga ik nu weer verder wandelen. Ik denk niet dat ik veel doe vandaag. Lekker nog even een vrije zondag. Ik ben al met een hondje begonnen met haken. Raymond heeft er een uitgezocht. Vincent ook al, dus die kan ik als tweede gaan maken. Ja. Ja, is wel leuk hoor. Even iets anders ertussen doen. Ik heb gisteravond nog even aan het pauwkleed gehaakt. Ja, wel doorgaan natuurlijk. Maar dan kan ik tenminste af en toe een beetje afwisselen. Dat is wel leuker. Hier staat een hele leuke bloem. Ja, ik vind hem zo leuk. Ook zo'n apart kleurtje. Ja. Er raakt er veel meer van gezaaid. Maar er staan er hier een paar. Die doen nog enigszins iets. Ik ben wel benieuwd wat voor kleur die anderen nu gaan worden. Ja. Ik heb nog meer van. Dus ik kan volgend jaar nog een keer proberen. Hopelijk groeit het dan wel beter. Ja. Misschien kom ik er volgend jaar wel helemaal niet aan toe. Gaan we verhuizen. Dat zou wel heel gaaf zijn. Ik heb ook heel veel zin om weer naar Zweden toe te gaan. Zo, nu lijkt het dat in oktober gebeuren. Ja. Oh, ik heb er zoveel zin in. Ja. Dan gaan we ook huizen kijken. Trouwens, komende week heb ik 4 bezichtigingen online. Ja, leuk. Ik ben heel benieuwd. Vooral dat ene huis waar we allebei een beetje, nou ja, verliefd op zijn geworden. Oh, die plek ook. Dat is een mooie plek. Ik heb via Google Maps al een beetje rondgesnuffeld daar. Hele leuke dingen in de buurt. Ja. Maar ja. We kunnen niet eerder als oktober erheen. Dat is een beetje jammer. Dus maar hopen dat er niet te veel mensen deze leuk vinden. Dat maken we misschien nog wel een kans. Ja. Echt heel veel zin in. Ja. Nog even geduld dus. En dan naar Zweden. Ja. Wil ik je voor nu bedanken voor het kijken. En dan zie ik je graag in een volgende vlog.